Tot op dit moment hebben 30.000 personen zich opnieuw geregistreerd voor een BASO- en BZV-verzekering. In het bestand zitten er echter ruim 75.000 personen. Minister Oerajkit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat personen integer genoeg zijn om te weten dat alleen wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, zij zich kunnen herregistreren. Dat betekent dat uit een bestand van 75.000 al in de buurt van 40.000 plus mensen niet voldeden eigenlijk aan criteria en bewust van zijn. Dat als zij komen dat ze in problemen zullen raken, want voor wat betreft dan criteria dat ze niet voldoen. Let wel, we hebben ook afspraken gemaakt met de dienstverlening. Er is duidelijk de directieven gegeven vanuit de regering van dienstverleners. Help u deze doelgroepen van ons die voldoen aan criteria, de mensen die hebben mogen registreren, aangeven dat ze hebben geregistreerd. Dat zij het dubbelchecken met BASO. Dat zij het dubbelchecken van wat de stand van zaken zijn. Want deze mensen moeten geholpen worden. De moeders die gaan bevallen. De mensen die worden opgenomen vanwege een of ander calamiteit of probleem. Dat de ziekenhuizen, de staatsziekenhuizen dan open staan om jullie te helpen. En dan terug te vragen naar ons toe. Zodat wij van BASO, wij van SZF dan het kunnen fiateren. Aan de hand van de controle. Dat natuurlijk dan van daaruit de zaken beginnen te rollen. Het ministerie zal niemand die een BASO of BZV-verzekering nodig heeft in de kou laten. Het registratieproces gaat door, maar dan alleen voor nieuwe aanvragen. Niet meer dat we verlengen of zo, maar per nieuwe aanvraag. Heeft u het nodig? Zit u in problemen? Kunt u het niet permitteren? Heeft u subsidie nodig voor wat betreft uw verzekering? Dan staan we nog steeds open. Hebben we nog steeds de dropboxen, hebben we nog steeds de kantoren, de BASO-kantoren die gereed voor u staan. Om uw aanvraag als een nieuwe aanvraag dan te verwerken. Minister Oerajkit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Personen die zich hebben geregistreerd en nog geen sms hebben ontvangen, kunnen bellen naar het ministerie om navraag te doen over hun herregistratie.